Finn, die zei dat hij eergisteren na zijn opnames naar jou toe zou gaan. Was hij wel bij, of niet bij jou gisteren of eergisteren? Ja, wel. Ja, dan denk ik dat mijn vermoedens wel een beetje kloppen. Oh nee, nee, je moet je echt niet gelijk zorgen gaan maken. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video en vandaag ben ik weer met Suus. En we gaan iets leuks doen. Wij hebben namelijk op TikTok video's gezien waarin dus een koppel, zeg maar, elkaars vrienden gaat bellen om te kijken of iemand zijn bek zou hebben. Dus als ik bijvoorbeeld zeg van, yo, weet jij misschien waar Suus is? Want ze zei dat ze bij jou was, maar ja, ze deed raar en zo. En dan gaan we kijken hoe diegene gaat reageren, dus de vriend van een ander. We hadden net trouwens al een, de beste vriendin van Suus hebben we net ook al gedm'd. En die zei van, ja, jullie zijn echt veel te doorzichtig, ik weet precies wat jullie gaan doen. Dus die gelooft het al gelijk niet. Jammer. Maar ik denk, we gaan gewoon eventjes Lucas bellen. Via Snapchat. Dan gaan we. Lucas kan nu niet praten. We moeten allemaal heel geheimzinnig houden. Oké, laten we nu even, laten we gewoon... Lucas, ik bel even Jesper. Bel even maar Jesper. We moeten eerst nog een verhaal hebben. Oké, zeg gewoon tegen Jesper van... Oh, ik moet echt mijn lach inhouden, want dat kan ik helemaal niet. Ik weet niet, ik weet echt niet hoe Jesper gaat reageren. Het kan ook zomaar zijn dat hij gewoon... Maar dadelijk is hij niet anders. Ja, bel gewoon. Boeien, boeien, boeien. Wat een nieuw. Hallo? Hoi. Weet dat? Het is een beetje raar, maar weet dat? Finn, die zei dat hij eergisteren na zijn opnames naar jou toe zou gaan. En, ja. Want hij zou eerst naar mij toe komen en toen deed hij opeens een beetje raar over alles. En toen zei hij dus dat hij naar jou ging. En ik vertrouw het niet helemaal, dus... Dat vind ik. Ja. Wat dan? Want hij zei dat hij een feest was bij jou en bij je oude huis. En alleen hij... Ja, wacht even, die stop is? Sorry, ik zit op de scooter, wacht even. Nee, sorry, ja, nu hoort je goed. Nou, ja, hij zei dus dat hij... Hij zou zaterdagavond naar mij komen. Ja. Alleen toen deed hij na zijn opnames een beetje raar. En toen zei hij dus dat hij naar een feestje bij jou ging. Ja. Maar toen heeft hij gewoon bijna niks meer laten horen en zo. Dus ik dacht... Ja, ik wil het gewoon even vragen. Heeft hij nu helemaal niks meer laten horen? Nee. Helemaal niks meer? Nee. Hij zei alleen dat het leuk was bij jou. Oh, hè? Maar was hij bij jou? Heeft hij daarna helemaal niks meer gezegd tegen jou? Nou, wel... Nou, niet veel. Wil je dat ik anders even met hem bel, dat je daarna terug wil? Nou, was hij wel bij, of niet bij jou gisteren of eergisteren? Ja, wel. Wat hadden jullie gedaan dan? Was het chill bij mij? Oké, dat weet ik genoeg. Wat dan? Suus? Hij dacht dat hij moest huilen. Hij dacht dat hij moest huilen, want je deed zo... Je deed zo holy shit. Oh mijn god. Hij zegt gewoon, ja, hij was bij mij. Oh, ja, daar is hij, Wacht, oké, nu gewoon gaan. Fuck up, bro! Hey, Vinnie. Yo. Hoe is het met je, jongen? Ja, lekker, man. Ja, flink. Heel vaak verhaal dit week, maar Suus belde me net, ouwe. Huh? Suus belde me net, via Snapchat. Huh? Hoezo dan, wat dan? Nou, iets over zaterdag of zo. Dat jij eerst haar had afgesproken of zo en daarna naar mij zou gaan. Fuck. Wat dan? Maar... Nee, heeft ze jou echt gebeld? Ja, wat dan? Oh. Oh. Ja, sorry pik, dit overviel me echt ouwe, ik wist echt niet wat ik moest doen. Maar wat heb jij gezegd dan? Ja, niks. Ze zei dat jij daarna naar mij zou gaan, zaterdag. Ja, dat, ja. En toen heb ik gewoon gezegd... Maar wat heb jij gezegd? Je hebt wat? Je hebt... Heb jij gezegd dat ik bij jou was? Ja. Weet je, is 100% zeker? Ik heb gezegd dat we bij mij hebben gechilled. Oh, beter pik. Holy shit. Maar toen zei ze... Toen hing ze huilend op en toen zei ze, ik weet genoeg. Ja, fuck. Maar maat, wat is dit dan? Ja, ja, fucking dom. Er was zo'n chick in mijn DM die zei dat ze in de buurt was. En die ken ik al best wel een tijdje van... Gewoon van uitgaan en zo. Ja. En die zei dat ze toen gewoon... Ja, in de buurt was van opnames van mij, want ik was dus in Friesland. Ja. En ik zou daar blijven slapen in een hotel. En toen zei ze van, ja, zou ik langskomen? En toen dacht ik, nou, oké, weet je wel, gewoon een drankje kan wel. Maar toen was het een beetje uit de hand gelopen, zeg maar. Dus, leuk. Ja. Ja, ik zie het, maat. Ze belde mij. Oh. Maar zij zei tegen mij, joh, Finn zei, weet je dat? Finn had gezegd dat hij naar jou ging. En sindsdien doet hij, heel raar tegen mij, heeft niets meer gezegd. Of zegt weinig tegen me. Nee, je hebt iets. Ze gaf je pikkers voor mijn video. Jee. Je hebt wel mijn bek, bro. Goed, hè? Ja, je hebt wel gewoon mijn bek. Oh, wat een tegenlaag. Ik zit hier. Ik moest ook niet lachen, maar ik moest ook niet huilen, maar ik moest heel hard lachen. Ja, ze moest heel hard lachen, maar toen zei je zo, Suus, wat is er, wat is er? Maar pik, dit is top. Godverdomme, ik ben gepakt voor YouTube, ja, Nou, Jep, fijne avond, jongen. Hey. Ja, fijne avond, filmpjes aan, hè? Ja, dankjewel. Joe. Dag, doei. Ik had het niet verwacht. Ik had het ook niet verwacht. Dat iemand zeg maar er zo... Ik dacht Jesper die zegt gewoon van, nee, hij was niet bij mij. Maar hij zei gewoon... Ja, hij was bij mij. Suus die gaat nu eventjes het nummer sturen van Anne, die we net probeerden te bellen op Snapchat. Want ik heb Suus 3 keer opgehaald bij Anne. Dus ik ga gewoon de smoes zeggen hoe ik aan haar nummer kom van... Hé, ik heb je nummer, omdat ik... ja, omdat Suus die had ooit doorgestuurd omdat haar telefoon bijna leeg was. Dus ze zou dan bellen als ik er was. Dus we hebben gelukkig een reden waarom ik haar telefoonnummer heb. Dus we gaan haar gewoon bellen via de telefoon. Ik vind jouw vriendinnen dit trouwens ook niet scheidirritant dat ik dit doe. Daar gaan we. Hallo? Hey Anne, met Vincent van Suus. Oh, hoi. Hey, stoor ik of... Nee, hoezo? Ja, ik heb je nummer toen ooit van Suus gekregen omdat ik toen haar een paar keer moest ophalen daar, weet je wel. Dus omdat haar telefoon was toen leeg. Suus die was vanmiddag bij mij. Want we gingen een bril ophalen en dat soort dingen. En we hadden gewoon afgesproken om vandaag samen te zijn. En toen, toen zei ze op een gegeven moment van ja, ik moet gaan. Want ze zou blijven slapen, ik had geen idee. Dat was gewoon de hele planning. En toen zei ze opeens in Amsterdam van ja, kan je me bij de trein afzetten? Want ik heb vanavond een feest bij Anne. En ze zei dus dat ze nu bij jou was. Ook, ik vind het gewoon sowieso fucking raar. Want de laatste tijd laat ze weinig van haar weten. En als ze bijvoorbeeld aan het app is waar ik bij ben, dan vraag ik wie het is. En dan zegt ze niks. Dus ik vertrouw het niet helemaal, zeg maar. Dus ik dacht, is zij nu bij jou? Oh, ik vind dat echt heel lastig, maar nee. Wat? Ik ben in Ouddorp. Ja, maar ze zei dus dat ze naar jou ging in Ouddorp. Oh, Vincent, nee, dat vind ik echt heel kut, want nu... Ja, ik weet natuurlijk niet, ik heb Suus al een paar dagen niet gesproken, dus ik weet dat natuurlijk niet, maar ze is niet bij mij. Ja, oké, nou dan... Maar belde jij mij net via Snap? Ja, maar ik dacht dat je weet... Ja, ik had je geblokkeerd, want ik zag zo... Oh, iemand heeft me... Ik zou je straks gelijk weer deblokkeren, maar ik zag zeg maar dat iemand me... Opeens ging bellen. Ik dacht echt zo, oh, dat is weer zo raar iets, weet je wel. Ja, snap ik. Nee, maakt niet uit, maar... Dus, dan denk ik dat mijn vermoedens wel een beetje kloppen. Oh nee, je moet je echt niet gelijk zorgen gaan maken. Want nou, kijk, ik ken ze natuurlijk ook wel wat langer dan vandaag. En ze is gewoon soms, ik weet niet, dan heeft ze gewoon een beetje van die dingetjes toch, een beetje geheimzinnig, alleen dat soort dingen. Maar ik denk echt niet, want ze praat juist altijd eigenlijk heel goed over jou. Oh. Ja, dat is dan wel lief. Maar is die niet bij In? Nee, die is ook niet bij Indi, want ik had Indi al gedm'd. Maar die zei dat... Ja. Nee, ze zei echt, ik heb een feest bij Anne. Dus ze zei dat ze nu... Ja, en toen heb ik haar later ook nog geappt van, is het gezellig? En toen zei ze van, ja, het is gezellig hier. Ja, ik vind het raar. Oh, nu voel ik me echt heel kut, want dan... Ja. Ja. Hey, oh. Ja. Oh nee, papi. Dit was voor een video van Finn en om te kijken hoe je reageert. Nee, het is kut, wij. Weet je dat ik echt, ik sta met tranen in mijn ogen en mijn hart, jongen. Sorry. Nooit. Je hebt wel goed gereageerd. Ja. Ja, Finn zijn vrienden die zeiden gewoon dat Finn bij hem was. Ja. Echt? Ja. Mijn vriend van mij die zei gewoon, ja, hij was gisteren bij mij, hoezo? Nou ja, wij gaan weer verder. Ja, is goed, succes. Ja. Oké, hey. Doei, hè? Doei. Zo, je hoorde echt de paniek in haar stem gewoon. Ze schrok echt. Ze dacht van, nee, fuck, ja, sorry om te vertellen, maar ze is niet bij mij. Nou, wie gaan we nu bellen? Nee, laten we Noud gaan bellen. We gaan Noud bellen. Ja. Want ik denk ik denk ook wel dat hij opneemt namelijk. Weet je zelf als je... Oeh, ik ben benieuwd hoe die gaat reageren. Ik heb tot nu toe wel één vriend die wel echt goed mijn bek heeft gewoon. Maar ook weer niet goed gewoon voor mij. Precies, is niet chill. Hoi. Yo. Weet je wat? Ik had even een vraagje. Want Finn die zei dat hij zaterdag, Vincent zou na zijn opnames zaterdag naar mij komen. Ja. Maar toen begon hij een beetje vaag te doen. En toen zei hij dus dat hij een feestje bij jou had. Of gewoon heel veel chillen of zo. Ja. En ja, hij doet het een beetje raar sinds zaterdag. Dus ik beetje geheimzinnig. Ja, ik heb wel gewoon gietvaat dan nog. Oké. En toen deed het alsof er niks aan de hand was. Maar wat waren jullie aan het doen dan? Gewoon een beetje voetbal kijken, een beetje biertje drinken. Ja, ik had me... Ja, ik vertrouwde het al niet, maar... Heb je wel gesproken, of niet? Nee, hij doet heel vaag over alles. Dus ik dacht, ik bel jou gewoon even. Maar hij was blijkbaar dus wel bij jou. Maar gaat hij niet, praat hij niet met een chick of zo uit jullie buurt? Nee, helemaal niemand. Nou, ik weet ook van niks, maar Vinnie smoor verliefd op jou. Ik zie echt totaal niet dat hij met andere chicks gaat of zo. Oké, nou bedankt. Moet ik wel even een berichtje sturen of zo? Nee, er hoeft niet. Oké, is goed. Dankjewel. Doei. Doei. Waarom? Gewoon niemand van je mij bellen. Mijn vrienden zijn helemaal allemaal mijn bek. Ze zouden allemaal voor me liegen. Maar ja, vind jij wel kut, hè? Trouwens, ik vind het ook gek dat hij mij niet nu even belt of zo. Yo, maat. Ik wist het al, klootzak. Ja, maar Pink, je hebt wel mijn bek, hè? Ja, tuurlijk joh. Maar gelooft je het of niet? Ja, ik dacht, wat is dit dan joh? Ja, ik zei wel echt, ik kon luisteren met de bussen doen en voetbal kijken als gezegd. Nou ja, chill, je hebt wel gewoon mijn bek, dat is nice. Jammer hoor. Ja, het is voor een video, maar niet dat ik ooit het nodig heb hoor. Ja, maar je weet wel gelijk dat ik je niet kan bellen, hè? Nee, boos of hoos niet. Broos bivoos. Oké, hey, Noudje, dankjewel hè jongen. Yo. Joe. Later. Nou, jij kan mijn vrienden dus niet bellen als er wat is. Hey, Vincent. Yo, Luc. Waar ben je? Ben je thuis? Ja, ik sta op de voetbal, maar ik ben nu klaar, dus ik kan wel bellen. Oké, ja, ik had een vraagje. Ja? Ik was vanmiddag met Suus. En toen op een gegeven moment zei ze... Ja, ze was de hele tijd aan het appen en ze was gewoon de hele tijd van een beetje raar, geheimzinnig aan het doen. En ze was met iemand aan het appen en als ik vroeg, joh, wie is het, dan wilde ze niet reageren. En toen, ze zou vanavond gewoon bij mij slapen, gewoon, weet je, gewoon tot morgen. En toen zei ze opeens van, ja, kan je me afzetten bij Centraal Station in Amsterdam? Want daar waren wij toen, omdat ik ga vanavond bij Kao en Liz eten. En ze zei dus dat ze bij jullie was. Ja. Maar ik vertrouw het niet helemaal en ik heb een beetje een slecht gevoel erover, dus ja, was zij bij jou? Is zij nu bij jou? Ik bel wel snel voor Lies, dan kan ik je terugbellen, maar ik kan alleen via WhatsApp bellen bij jou. Nee, maar ik bedoel, hebben jullie vanavond een etentje? Ik weet er niks van, maar kijk, voordat je slecht wordt, het kan ook bijvoorbeeld dat ze iets leuks voor jou had meegelezen, hè, voordat je echt slecht gaat denken. Ja, maar ik denk niet, nee, want ze doet al sinds Spanje gewoon een beetje raar. Oké, ja, ik vind het niet iets voor Suus, maar als ik thuis, ja, niks dat ik weet, nee, volgens mij niet. Maar als ik nu straks thuis kom, dan zie je ze, dan zal ik meteen even appen, maar volgens mij niet. Grapje, Lucas. Ik schrok echt, hè. Het was een grapje, het is voor een video. Oh, Lieke bent echt een schatje. Ik had het echt niet verwacht. Nee, we zijn een YouTube video aan het opnemen waarin we gewoon vrienden van elkaar gaan bellen om te vragen of, ja, om te kijken of je elkaars bek hebt. Oh ja, ik vond dat gewoon niet echt iets precies, maar ik zal het nu ophouden, maar... Ah, Luc, je bent echt heel lief. Je zei ook echt zo van, ja, maar niet, misschien is wel een verrassing aan het voorbereiden of zo. Nou, Luc, je hebt wel goed gereageerd, jongen. Niet normaal. Ja, dankjewel. Joek, spreek je. Dank je, doeg. Doei. Wat een cutie, hè? Echt een schatje. Ja, hij reageerde daar zo van, ja, misschien is ze wel gewoon iets leuks aan het regelen. Het hoeft niet gelijk negatief te zijn. Lucas is echt mijn kleine broertje. Nou, we hebben eigenlijk best wel leuke reacties gehad, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Echt leuk. Mijn vrienden die hebben allemaal mijn bek. Jouw vrienden hebben allemaal... Ja, die zijn gewoon heel lief, heel bezorgd. Ze zijn gewoon eerlijker. Ja. Ja, die bij mij die liegen. Ja, ik denk dat dit wel de video was. We hebben vier best wel leuke belletjes gehad. Ik was best wel verbaasd over mijn vrienden. Ik had eigenlijk niet verwacht dat mijn vrienden ja zouden zeggen over dat ik bij hun was. Maar goed, ze hebben niet voor je gelogen en voor mij wel. Maar goed, dat was de video voor vandaag. Dus vond je deze video leuk? Laat dan even een blauw duimpje achter. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.